Hallo, goeiedag. Ik ben Lili Borgs, gastvrouw van restaurant Michel. Ik run samen deze zaak met mijn echtgenoot Robert van Andegem. Wij kunnen veel betekenen op verschillende niveaus. Wij ontvangen heel graag onze klanten in het restaurant, waar ze kunnen dineren, lunchen, ter gelegenheid van verschillende soorten dingen, van huwelijk tot verjaardagen enzovoort. Voor iedereen die iets te vieren heeft. Maar wij kunnen u ook veel betekenen op het gebied van als het een keer moeilijk gaat, bijvoorbeeld om uit huis te gaan dineren. Wij kunnen ook sommige gerechtjes voor u bereiden die u thuis kan. Dus eigenlijk een soort retourdienst op hoger niveau. Het was zeer, zeer tof, zeer aangenaam voor deze mensen te ontmoeten. Het verwondert mij omdat het ook zakenmensen zijn uit Brabant. Uit Vlaams-Brabant, uit onze omgeving hier, zijn er toch nog verschillende zakenmensen die wij eigenlijk niet zo goed kennen. Uiteraard waren er enkele bij die we wel beter kennen, die we al over de vloer hebben gehad, maar er zijn er toch nog die een verrassing voor ons zijn. Dus eigenlijk voor ons is het een absolute meerwaarde geweest, omdat we toch nieuwe banden hebben kunnen smeren. Wel, restaurant Michel is een traditie hier in de streek. Restaurant Michel heeft een ster. Het is heel belangrijk wanneer wij een lunch hebben met zakenrelaties en wij willen dat het perfect is, dat we weten dat we hier kunnen komen en dat het altijd uitstekend is zoals het hoort en zoals we verwachten. Wel, ik moet zeggen, ik ken de Brabant manager 2 jaar geleden eigenlijk niet zo goed. Ik heb ondertussen Brabant manager leren kennen. En wat mij wel opvalt in positieve zin, dat is dat Brabant Manager eigenlijk verder gaat dan het magazine Brabant Manager zoals we het allemaal kennen. En dat is eigenlijk wel belangrijk in die zin dat u meegaat met de digitale wereld. En vooral ook dat u events organiseert om de ondernemers samen te brengen. En naar ik begrijp toch ook wel initiatieven neemt om die ondernemers eigenlijk dicht bij de beleidsmakers of de politici. Dank u wel. Dan hetgenige wat ik initieel 1,5 jaar geleden gedacht had, zijn een managersmagazine. En ik denk dat dat zeer positief is en dat u daarmee een belangrijke maatschappelijke trend vormt. En vooral een nood bij ondernemers invult toch wel. Nu, restaurant Michel is een gekend huis, zal ik maar zeggen, dat toch in de streek heel bekend staat om zijn goede kwaliteit, ontvangst en dergelijke. Daar ligt ook wel een aantal keren over de vloer geweest, steeds tevreden en voldaan. Niets op aan te leggen. Ik vind het een heel mooi magazine. Het is als ondernemer leuk om andere ondernemingen te lezen en aan het woord te zien en te horen. Dus het is, je leert andere bedrijven kennen die je vroeger niet kende. Streken ook. Dus het is voor ons als onderneming wel een meerwaarde. Dankjewel. Eerst en vooral, wij zijn bijna buren. En als ik het genre cliënteel hier zie binnenkomen, vind ik het altijd van een hoog niveau. Ik ben van de streek, ik ben van de buurt en ik heb alleen maar goede commentaar. Dus nooit niks slecht. Ik kom hier spijtig genoeg niet te veel. Het is hier altijd heel lekker. Er zijn nog restaurants in de buurt. Maar als we een restaurant van een hoger niveau kiezen, komen wij hier meestal niks tegen. Dankjewel. We starten vandaag met een vis van bij ons van de Noordzee, een lekkere kabeljauw. We hebben een beetje de link gemaakt met linzen en een winterse prei en daarbij een jus van artichokjes. Maar ik hou eraan voor de zakenmensen van een gezonde maaltijd te serveren, dus proberen het vet te beperken. Zien dat de garnituren niet te complex zijn omdat ze nog bezig zijn met hun zaken. Dus het is belangrijk dat wij een voedzame maaltijd geven, een gezonde maaltijd, want deze mensen zijn redelijk veel op restaurant, dus wij moeten er als chef rekening mee houden. Wel, ik kan alleen maar onze lunch aanbevelen. We serveren dagelijks een lunch in 2 gangen of in 3 gangen.
aan 45 euro, wat een zeer scherpe prijs is op deze locatie. En u hebt dan 30 menu voor, met schitterende producten, echt een aanbeveler.